Hey mensen, vandaag is het zover. Vandaag gaan we de Grimace Shake drinken. Ja mensen, jullie hebben massaal de video geliked en jullie hebben met z'n allen gekeken. En dat geeft mij al reden genoeg om de Grimace Shake te drinken. Alleen er is één probleem. Wij kunnen hem niet kopen in de McDonald's in Nederland. Dus ik heb namelijk wat ingrediënten bij de McDonald's gevraagd. En zo hebben we dus niet de blender gekregen. Maar in ieder geval gewoon deze ingrediënten. Otto van Boze, blueberries, vanilleijs, lekkere verse melk, slagroom. Helaas hebben ze niet meer de officiële beker. Maar in ieder geval hebben we gewoon deze papieren beker gekregen. Want Nederland en plastic... We zijn veel te wakker in Nederland, te woke. En geen plastic rietje, maar een papieren rietje. Niet zo heel lekker. Maar voordat we verder gaan, ik durf met zekerheid zeggen dat je nog niet hebt geliked. Want je bent gewoon vergeten. Dan dat ik tegen je zeg, like even deze video, want anders kom ik Grimace achter je aan. En abonneer de knammerbelletje aan. Wij gaan lekker verder met de video. Om hiermee te beginnen, laten we even beginnen met de blauwe bessie erin te doen. Oh, jawel, en oh my god. En laten we even deze zoveel mogelijk blauwe bessie in doen, want het moet namelijk een beetje paarsachtig worden. Hoppa. De blauwe bessen zitten in ieder geval in. We gaan door naar de frambozen. Van frambozen hoeft er iets minder in. Ja, we kunnen wel een paar in doen, maar... Hoeft niet zoveel te zijn als die blauwe bessen. Oké, hoppa. Ik denk zoiets. Oké, mensen, we hebben in ieder geval dit er al in zitten. Nu is het tijd voor 3 van die lepeltjes en het ijs. Let's go. Zo. Oké, lepel nummer 1. Lepel nummer 2. Bol nummer 3. En jawel mensen, tijdens het maken van deze video ben ik ook bereid om jullie wat te leren. Time for some milk. Oeh. Even kijken, ik weet niet hoeveel erin moet, maar gewoon... Ik denk zoiets, iets meer denk ik. En wat extra blauwe bessen. En nu ziet het er zo uit. Tijd om te gaan blenden. Dus, wat doen we dan? Klep dicht, ding erop en het is tijd voor het resultaat. Oeh, ik ben benieuwd. Hoppa. Kijk eens hoe soepel dit gaat. Laten we even gewoon lekker volhouden. Kijk eens aan mensen, en de Grimace Shake is klaar. Het is tijd om in te schenken. Het is niet helemaal klaar trouwens. Mensen, het is tijd om het even op te dienen. Kijk eens aan mensen, hier ligt hij dan met de Grimace Shake. Laten we eens even kijken hoe satisfying die schijnt. Ik vind het niet heel lekker ruiken, to be honest. Maar oké, daar gaat hij. Hoepsa. De Grimace Shake zit erin mensen, jawel. En nu is het tijd voor wat slagroom. Let's do this. Wat een tractatie. En niet te vergeten wat spikkeltjes eroverheen, want dat is ook wel lekker op zich. Kijk. Dat geeft wel een beetje kleur aan de Grimace Shake, zeg maar. Dus let's go. En nu is het tijd om op te drinken. Let's go. Ik had er al een rietje doen trouwens. Gaan we. Oké. Prima smaak op zich. Maar het smaakt echt wel... Oké. Misschien moet ik nog een beetje meer doen. Waar ben ik in godsnaam in één keer beland? Oh my god. Mensen, ik weet niet wat er gebeurd was, maar ik nam die Grimace Shake en in één keer viel ik flauw. Oh my god. En ik wil ook ergens muziek vandaan komen. Maar waar ben ik in godsnaam? Ik weet oprecht niet waar ik ben, mensen. Ik zit bij een of andere tralies-achtig iets. Wat is dit? Oh my god, waar ben ik in godsnaam terechtgekomen? Het is tijd om te onderzoeken. Oh, tijd om op te staan, mensen. Ik wil ergens geluid vanaf komen. Hier niet in ieder geval. Het lijkt op hoog gras wat hier is, maar... Niet iets waar ik naar zoek of zo. Laten we even deze plek gaan herkennen, man. Want ik denk dat het wel het beste is om te doen. Waar komt die muziek vandaan? Oh my god. Oh, ben ik in het bos of zo? Ik zweer het je, ik snap er helemaal niks van. Oké, en waar ben ik nu? Oh, hier komt het vandaan, hè? Hier zo. Oh my god, guys. Het is tijd om het even te checken. Weet je wel, guys, we gaan lekker naar binnen toe en we gaan het even checken, mensen. Oh my freaking god. Hey, hier ligt gewoon een tv. Oké, laat ik even kijken wat hij te zeggen heeft, want ik moet toch even weten wat ze te zeggen hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn hand gewoon handmatig vasthouden, want ik heb er al een microfoon op zitten. Ik kan geen twee dingen erop zetten. En zonder microfoon ben ik niet zo vrolijk van, maar even kijken wat hij te zeggen heeft. Welkom hier, Delano. Ik hoop dat de Grimace Shake gesmaakt heeft. Al had u hier niet zoveel plezier van, vertel ik je het verhaal. Grimace vieren zijn verjaardag. En gaf ons ieder een shake. Alleen wou hij dit als gebaat geven dat jij het niet ging denken. En wat deed hij? Hij wil drinken. Je kan er ontsnappen uit deze hel. Alleen zijn er een paar spelregels aan verbonden. Regel 1. Jij moet binnen 30 minuten weten te ontsnappen. Oh my god, dus we moeten in een half uur weer terecht te komen. Dat is wel heel snel. Maar even kijken wat nog meer regels zijn. Regel 2. Zie je een groene pijl? Volg in die richting. Oké, dus die groene pijl, dat betekent dat je goed loopt. Regel 3. Zie je een rode pijl? Loop je de tegenovergestelde richting op. En de rode pijlen betekent dat je omgekeerd loopt. Oké, duidelijk. Daarnaast, als je de monsters ziet, mag ik dus niet in hun ogen kijken. Oké, cool om te weten. Regel 4. Zie je een kruis? Is het een risico of waarschuwing? Tip. Denk logisch na of je moet volgen of niet. Oh, een kruis is een gok nemen. Oké, dat wordt lastig. Die kruisjes, jongens. En daar kunnen de monsters zijn. Dus weet je wat? Laten we verder het bos in gaan. Want het is wel even nodig. Regel 5. Ben je thuis? Speel mijn spel uit, zonder dood te gaan. Dit is de final opdracht. Verbreek je een van deze regels, dan kom je terecht in onze playhouse.
Veel succes. Oké, guys, het is de hoogste tijd om even uit te komen, want... ik zweer het je, we moeten weer even terug het bos in. Dus laten we het ook even gaan doen. En ik zweer het je, man. Ik vind het wel echt spannend worden. Maar laten we even lekker gaan lopen. Ik denk dat het een goed idee is om te doen. Dus ik zie dat wel weer gebeuren. Oh my god, guys. Ik ben net begonnen met lopen. En ik zie nu al gewoon een bankje staan van Ronald McDonald's. Zit hij hierop of zo? Oh my freaking god. Nou, in ieder geval, dit is denk ik wel gewoon het begin, want ja, het is gewoon een pop. Ik hoop echt dat ik hier binnen een half uur uitkom. En het ergste is nog, ik krijg een verrassing als ik thuis kom, want ik moet thuis zien te komen. En ja, ze hebben dus blijkbaar daar een verrassing geplaatst. Wat op zich ook wel logisch is, want ja, je hebt het net ook al wel gezien. Ik ben het letterlijk meegesleurd uit mijn eigen huis, want ik dronk die Grimace Shake in mijn eigen huis. Maar mensen, laat even aanzoek op zoek gaan naar een aanwijzing en kijken of we iets kunnen vinden. Ik ben op dit moment al een tijdje op zoek en ik heb dus een aanwijzing gevonden. Weet je wat, laat ik even de aanwijzing zien. Kijk mensen, jullie zien het, ik loop hier in het bos en daar ligt dus gewoon een pijl. Dus ik denk dat we inderdaad, zoals hierop staat, we moeten deze pijl volgen. Dus dat is namelijk deze kant op. Ik ben oprecht heel erg benieuwd waar ik uit terecht gekomen. Want ja, eerlijk, dit maak ik natuurlijk niet elke dag mee. Dus we gaan even lekker verder lopen. Niet heel veel later kom ik al de volgende gebruiksaanwijzing tegen. En dat is dus namelijk het kruis. Het is een risico, maar weet je wat? Soms moet je risico's nemen in het leven. Dus laten we deze risico nemen om verder het bos in te gaan. Let's go. Wacht, ik ben voor mij wel veel te ver gelopen. Ik heb toch het rode kruis gevolgd. En die rode pijl, dat is natuurlijk de andere kant op. Oh my god, ik ben zo dom. Oké, guys, ik word dus anoniem gebeld. Weet je wat? Laat ik even deze telefoon opnemen. Laat ik even gelijk gaan doen. Hallo? Spreek met mij? Ja, hallo. Wat moet je nou precies van mij? Waarom bel je? Je spreekt met mij. Misschien ben ik wel in de buurt. Wat? Je bent in de buurt, maar waar ben je dan precies? En waarom zeg je dit eigenlijk? Kun je maar iets meer... Daar kom je maar op één manier achter. Oh, en hoe moet ik erachter komen? Dan vertel me alsjeblieft. Okidoki, Tomana. Wat? Zal ik een hint geven? Ja, doe maar. Kijk eens achter je. Oké, ik ga achter me kijken. Oh my god. Wat dan precies? Ik weet niet, ik zweer het je. Wat is er? Huh? Hallo? Oh my god. Ik vind dat echt eng worden, man. Oh nee. Ik werd dus net gebeld, dus laat ik even achter me gaan kijken, man. En oh my god. Ik weet niet wie het is precies, maar is het Ronald? Oh my god, wat doet hij hier zo? Nee. Ik mag niet aankijken. Ik kijk hem even niet aan. Maar ik zweer het je, hij lijkt heel erg op Ronald op dit moment. Ik ben echt bang op dit moment. Hè. Ik weet echt niet wat ik moet doen, maar volgens mij is het gewoon Ronald. Ik zweer het je. Oké, ik heb niet aangekeken, dus ik denk dat het wel goed zit. En wacht, oké. Nee. Oh my god. Ik hoor voetstappen. Let's go. Weg. Oké, mensen, ik ben dus net weggekomen. En ik denk dat de hoogste tijd is om lekker verder te zoeken, man. Ik heb echt even een aanwijzing nodig of iets dergelijks. Want ik voel me echt zo niet prettig op dit moment. Ik hoop dat ik een aanwijzing kan vinden. Dus laten we gewoon verder gaan zoeken. We komen dus net daar vandaan. En ik ben dus even verder aan het zoeken. En kijk eens wat ik tegenkom. Jawel, het volgende papiertje ligt hier al voor het oprapen. En deze wijst dus achter mij. Maar nu trap ik er niet meer in, dus we gaan denk ik gewoon lekker rechtdoor, want het kan niet anders zo zijn. Toch? Want ja, het is wel de kant waar we op moeten gaan. Als ze echt denken dat ik dom ben, I ain't dumb. Maar we kunnen in ieder geval één ding zeggen, van Ronald McDonald's zijn we in ieder geval afgekomen. En ik vind dat wel eigenlijk heel prettig eigenlijk, dus ja. Mensen, ik ben op dit moment aan het lopen en ik hoor weer een bepaald muziekje afspelen. Ik weet niet precies wat voor muziekje het is, maar kom een beetje bekend voor. Mensen, weet jullie wat voor soort muziekje dit is wat je hoort? Ik hoop dat jullie in ieder geval nog nooit een Grimace Shake hebben gedronken, want dit gebeurt er dus. Ja, kijk, jullie kunnen de tutorial volgen hoe ik het moet maken en hoe ik het moet drinken, maar dat is jullie eigen risico. Ik heb net een kwartier staan lopen en ik zie nu alweer de volgende aanwijzing. En ja, ik denk niet om uit te leggen, maar nu zie ik een of andere groene pijl de grond leggen. Weet je wat? Ik laat wel even zien wat ik bedoel. Ladies and gentlemen. Aanschouw de groene pijl, want hier staat hij dus hoor. En dat betekent maar één ding, dat ik dus deze kant op moet lopen. Alleen, wat zou dan nu precies die kant op zijn? Daar gaan we op één manier achter komen. Hey guys, ik ben een stuk verder aan het lopen op dit moment. Ik dacht dat ik iets in het struikje hoorde, maar in ieder geval daar gaat het niet, want dan zou het wel hier moeten gebeurd zijn. En daar gebeurt dus op dit moment helemaal niks. Want ik zie alweer een kruis de grond liggen. En ja, normaal weet ik niet of ik hem moet nemen, weet je wel. Zijn die groene en die rode pijlen misschien geen hint? Want ik denk dat ik hem moet nemen dit keer, want ik had net een groene pijl gepakt. Voor mij is dat de goede kant, want als je dan een kruis zit liggen in één keer. Vast doorlopen toch? Dus ja, hier in ieder geval, ik laat even zien wat ik bedoel. Ik ben op dit moment al in totaal iets van 20 minuten aan het lopen. En hier ligt dus de kruis, mensen. Maar deze kruis. Huis leidt dus deze weg op. Ja, ik denk dat ik wel goed zit, want moet ik er anders uitkomen. Snap je wat ik bedoel? Het is dus zo bij mensen. Ik word opnieuw weer gebeld. Weet je wat? Laat ik even deze telefoon opnemen, want ik wil toch even weten wat hij te zeggen heeft. Dus ja, hallo? Nee, je spreekt opnieuw met mij. Oh, met jou weer. Wat wil je nou van mij, hè? Wat moet je? Ik snap er helemaal niks meer van. Ik loop toch wel goed? Nou, misschien heb je het wel goed gedaan, dat weet ik niet. Maar je zit wel op de goede weg op dit moment. Oké, gelukkig maar. Ik ben blij dat ik op de goede weg zit. En ben ik al bijna eruit of hoe zit ik eigenlijk op dit moment? Ik wil het graag weten. Okay, fair enough. Misschien zit je wel op het goede moment en zit je wel op de goede route. Maar ik zou je één ding willen vragen. Oh, wat wil je vragen? Stel die vraag even alsjeblieft. Kijk nog eens een keertje achter je, want... Achter je? Zo, oké, dat is echt niet best. Oh my god, ik zweer het je, dat is de Grimace. Oh my god, de Grimace staat hier gewoon. Nee. Ik hoop dat hij me niet gaat volgen, man. Ik hoop dat hij hier blijft staan. Dit er in ieder geval wel uit dat ik op het goede moment aan het lopen ben. Dus ik zie wel op de goede route, dus dat is wel goed. En nee, ik hoor voetstappen. Tijd om weg te rennen, mensen. Oh my god. Dames en heren, ik heb gewoon de uitgang gevonden. Dat betekent maar één ding, laat hij wegwezen, nu meteen. Ik ga gewoon lekker naar huis toe rijden, want ik heb het wel een beetje gehad hier zo. Ik meen het, man. Oh my freaking god. Ik ben echt helemaal gesloopt op dit moment. Dus we gaan even de auto pakken, we gaan naar huis toe rijden. En ik weet wat het is, ik heb net gehad, volgens mij echt 1 minuut verschil, maar oh, ik ben zo blij. Ik ben echt kapot, man. Ik heb nog 1 laatste opdracht uit te voeren en ik hoop dat ik het goed doe. Oké, ik ben niet meer thuis gekomen.
Het valt me eigenlijk op dat alles weer gewoon netjes opgeruimd is. Oh my god. Oké, staat dit op mijn PC? Oh my god. Dit meen je niet. Dus ik moet nu de final challenge gaan doen. En dat is deze game gewoon proberen uit te spelen zonder ik afra. We gaan het gewoon proberen. Eerst Happy Meal, go. Ik weet niet waarom ik donsdag gelijk in de game zit. Maar we gaan gewoon kijken. We gaan kijken. Of ik heb de joker gepakt. Ik weet het niet. Hallo. Oké, tweede Happy Meal. Go, 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 go. We hebben een inventarisaris gehad. Dus tenminste voor de 6 Happy Meals. Moet. Oh nee. Daar is hij al. Snap. Wegwezen hier. Oké. Oh nee. Oké, is het veilig om naar de McDonald's te gaan? Hij zit me al zo aan te kijken, hè? Of zo gaan. Oké, we gaan hier naar de supermarkt. Go. Oké, maak me niet bang, hè? Maak me niet bang, alsjeblieft. Oké, Ronald, ik hoop niet dat ik jou zie. Jij blijft weg. Kom maar, zie ik er een Happy Meal. Oh nee. Snap. Oh nee, ik ben bang, hè? Ik zweer het je. Hij staat voor die Happy Meal. Waar is hij nu? Waar is hij? Ronald? Ik ben hem serieus kwijt. Ooit wat meegemaakt, Ronald kwijt te zijn? Ik voel wel iets. Oké, pak Happy Meal. Pak het. Oké, door. Ik weet niet, ik voel allemaal. Oh my god, het. Nee! Welkom hier, Delano. Oh my god, guys, ik ben er maar net op met lopen en ik zie nu al voor een bankje staan van Ronald McDonald's. Oh my god, het. Zo! Oh my god, guys, ik weet niet wat er zojuist gebeurd is, maar ik ben in één keer gewoon hier terechtgekomen. Oh my freaking god. Ik zweer het je, ik ben zo gespannen, maar wat is er gebeurd dan zojuist? Mensen, like me even deze video, want ik ben in een van de ruimtes terechtgekomen. Ik had het nog zo moeten doen, ik had deze game moeten winnen. Maar puur omdat Ronald mij te pakken heeft gehad in de game, zit ik nu gewoon hier. Maar goed, weet je wat? Laten we deze kamers gaan ontdekken, want het is echt geen pretje. Oké, ik weet op... Wat? Nu al? Hoor je dat? Oh my god, wat is dit geluid? Ik weet niet waar ik terecht ben gekomen. Maar ik zit dus bij een of andere Wat is dit? Oh my god. Hallo? Is er iemand? Huh? Ik zag die deur. Ik zag die deur bewegen. Ik zweer het je. Oh, Oké, dit is kapot eng. Ik zweer het je. Oké, ik weet niet wat handig is. Ik zweer het je. Oh my god, ik weet het oprecht niet wat ik moet doen. Oh. Ik zweer het je, ik zit in de gaten te houden. Ik hoop niet dat hij eruit komt. Zo. Oh my god. Tijd om te stoppen. Ik zweer het je. Oh my god, dat meen ik niet. Guys. Ik weet nog echt niet wat ik moet doen, mensen. Maar ik zit hier gewoon. Oh my god. Gelukkig lopen ze weg. Ik weet oprecht niet wat het is. Is dat de Grimace? Oh my god, guys. Ik zweer het je. Dit is misschien tot nu toe wel de engste ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Maar ik hoop dat ze weg zijn. Wacht, laat ik even onder de deur gaan kijken. Oké, guys. Ik hoop dat de kust veilig is. Laat ik hier even onderdoor kijken. Oh my god. Ja, de kust is veilig. Weet je wat? We gaan even hier lopen. Of ja, veilig wil ik niet zeggen, maar... Oh my god. Het is nu tijd om eruit te komen. Oh my god. Nee. Wat? Oké, nu verstoppen. Oké, tijd om te verstoppen nu. Oh my god, dat meen je niet. Ik hoop dat ik echt veilig ben, man. Wat is dit? Ik hoor dingen. Huh? Wat? Dat meen je niet. Is dat Ronald McDonald? Ja, dit is Ronald. Ja, oké. Heel duidelijk dat dit Ronald is, man. Oh. Oké, guys. Ik hoop dat het nu weer veilig is. Laat ik even de deur stiekem open doen. Oh my freaking god. Maar goed, weet je. Laat ik even de deur uitlopen. En ik hoop dat alles nu veilig is. Laat ik even de omgeving filmen. Want het is echt niet best, hè, man. Maar weet je wat? Ik ga even naar boven toe. En ik zie jullie daar wel weer. Oké, ik wil eigenlijk naar boven gaan. Maar ik zie in één keer iets voorbij schijnen. Ik zweer het je. Ik weet niet wat het is. Maar ik ga het jullie laten zien. Oh my god, guys. Ik weet niet wat ik hier zie. Maar dit zag ik ook in het bos vandaag of gisteren. Dit is gewoon letterlijk de plek waar al die banken stonden. Tenminste, er stond toch een bank in het bos, toch? Dit is gewoon de opslagruimte ervan. What the hell, guys? Het is gewoon een McDonald's of zo? Ik zweer het je. Ik vind het echt kapot. Eng. Maar laten we verder gaan zoeken. Oké, guys, ik denk de hoogste tijd om even naar boven te lopen. Dus laten we het even gauw gaan doen. Volgens mij ken ik deze plek. Ik weet waar we uitkomen. Dit is letterlijk volgens mij die speeltuin. Maar dit is dat Ronald's Playhouse? Oh my god, wat hadden we het erover laatst? Is het eigenlijk allemaal voor plek? Ik ken deze plek, want hier ben ik al een keer eerder geweest. Dus heeft dat te betekenen dat dit gewoon Ronald's Playhouse is? Ik moest nog eens terugkomen en ik heb mijn belofte wel nagekomen. Maar weet je wat? Laten we het speeltoestel ook even checken. Hoe ben ik hier eigenlijk terechtgekomen? Maar één ding. Dit landschap is niet normaal. Je ziet overal gewoon bergen. Maar ik ben toch gewoon. Ben ik in Nederland? Nee, dat kan niet. Ja, Maastricht. Maar dit lijkt niet echt op Maastricht. Alles staat ook in het Frans geschreven. Kijk maar even klaar hiervoor. Ik zit waarschijnlijk in Frans gebied van België. Dus ofwel Franstalig gebied. Je hebt natuurlijk het Belgisch gebied ofwel Nederlands gebied. En het Frans gebied. Dus dat zal ik nu al zijn. Weet je wat? Laten we van naar binnen gaan. Ik zweer het, die clown moet hier ergens rondlopen. Maar ik wil even weten wat hij van me moet. Dat is de Grimace. Ik heb die Grimace shaker inderdaad op. En dan ben ik hier in één keer terecht gekomen. Maar Ronald heb ik dus al gezien. Maar wat zou Grimace dan zijn? Wilt hij me ook te gaas nemen? Ik weet het niet. Laat ik weer naar binnen gaan. Oké, guys, ik ben terug naar binnen gekomen. En ja, ik denk even dat ik bij die speeltoestellen moet gaan kijken. Dus laat het even gaan doen. Laat ik even gaan kijken hoor. Want hier is een heel groot speeltoestel. Maar wat moet ik hier eigenlijk doen?
Huh? Nee. Wat is er? Hierboven. Hierboven, oké. Clown. Ik kom eraan. Oh, clown, ik kom er nu aan. Oh my god. Ik hoor iemand boven zitten dus. Dat betekent maar één ding. Dat we naar boven moeten lopen. Maar wie zal dat dan zijn? Oké, sst. We moeten dus heel stil zijn. Laat ik ook even stil, maar een beetje, sst, niet te veel zeggen. Oh my god, auw. Ah, ik zweer het je, ik ben echt niet handig Harry. Maar weet je, het komt ook wel weer goed, weet je. Ik ben hier niet voor niks gekomen. Het is echt smal hier, ik zweer het u. Laat ik even naar boven gaan. Waar zit je dan? In die buis. Kom maar aan. Wacht, er is een manier om hier binnen te komen. Kijk hoor. Hallo? Wat doe jij hier? De clown hier. Stop je goed. Heb je ook een krimmetje kunnen noemen? Ja. Een krimmetje. Kijk ik uit. Je hebt die game zeker gespeeld, die hebben we niet gehaald. Nee, daarom kijk ik uit. Ja, ik doe het. Er moet een manier zijn om hier uit te komen. Hoe moeten we dat doen? Ik weet het niet. Zo zachtjes mogelijk. Ja, ik ben kapot man. Maar goed, ik hoop dat we hier veilig zijn. Ik had die game gewoon moeten uitspelen. Ik ook, echt dom. Ik denk dat we beter moeten wachten tot die clown niet weg is. Ik denk het ook. Het kan wel lang duren. Inderdaad, niet best dit. Niet best. Maar goed, kom goed. Ik hoop. Pinky promise. Oké. Oké, we zitten hier verstopt en ik hoor dat er iemand inkomt. Komt hij hier vandaan? Oh my god. Komt hij hier vandaan? Laat ik even gaan kijken hier. Waar is hij? Oh my god, daar komt hij. Daar is die clown. Shh. Oké, hij gaat naar boven toe. Laten we hier voorzichtig zijn. Hij komt dus hier trap op. Het is niet best. Die loopt daar zo, hè. Ik hoop dat hij ons niet vindt. Oké, snel terugtrekken. Terug. Oké, het zou zomaar kunnen zijn dat hij daar vandaan komt. Sst. Oh my god. Ik hoop dat hij hier niet komt. Ik hoop dat hij het skippen, man. Oh my god. Nee. Dit is echt niet de bedoeling. Oké, ik zweer het je. Ik vind het echt spannend worden. Zie ik dat wat? Huh? Wat is dit? Oh my god. Is dat een clown? Nee. Oké, go. Weg. Oh nee. Oh my god. Ik hoor hem. Waar is hij? Daar is hij. Oké, go. Nee. Ah! Oké, snel naar beneden toe. Ik denk dat het hoogste tijd is om weg te gaan, man. Oh my god, dat is echt niet best. Maar waar moet ik dan naartoe? Hoe moet ik eruit komen? Dit is niet best, man. Ik ben weer beneden gekomen, mensen. Weet je wat? Ik hoop dat het goed komt. Oké, ik weet niet wat het is, maar hey, waar moet je dan, hè? Oh my god, waar zit je scheef te kijken, joh? Wat is dit? Waarom kijk je zo scheef? Hè? Heb je nog wat? Hey, ja, waar is die? Hij is daar zo. Kijk daar. Letterlijk, kijk naar zijn gezicht. Maar waar moet hij dan? Waar moet die clown? Ik zweer het je, hij zit aan de moment te kijken. Ja, moet hij niet weggaan? Ik denk het wel. Laten we gauw. Hij komt eraan. Weg. Rennen. Ik zweer het je, we moeten nu weg. Oh my god. Dit is echt niet best, man. Oké, hier verstoppen. Verstoppen. Ik weet het niet. Zullen we even een planning gaan maken, man? Ik zweer het je. Hey, Guus, ik weet niet wat het is, maar ik begin echt een beetje trek te krijgen, man. Ja, wacht, er is een keuken hier zo. Zullen we gaan kijken? Oké, wacht, ik ga nu aan de andere kant filmen. Oké, Guus, als het goed is, moeten we dan hier de keuken in. Want ik hoop dat er nog enigszins wat eten ligt, hoor. Want het ziet er wel heel erg vervallen uit, hè. Dus ja, het is natuurlijk het Ronald's Playhouse. Oké, wacht, dit is de McDonald's, toch? Oh mijn god, wacht. Is dit de McDonald's? Wow, yo. Dus dit is dan de hele keuken. En dan heb je dit dan, zeg maar. En dan heb je hier de oven zal maar staan. Dus dat is wel echt heel vet, zeg maar. Dus dan heb je dit en de oven en oh my god. Dit is zo sick. Dus laten we hier even een kijkje gaan nemen, man. En hopelijk is er wat eten te vinden hier zo. Weet jij het, Gijs? Hopelijk, weet ik niet. Nee. Kijk, hier hebben we dan ballenbad. Dan heb je hier de keuken nog. En hier een oven. Nou, ik heb alleen eten bij. Ja, dit is gewoon friet. Gadverdamme. Wat is dit? Eww. Dit is nasty as hell gewoon. En ik weet niet wat het allemaal is, maar... En dan heb je hier nog het fornuis. Maar hier heb ik ook niks mee. Gaan we hier eten? Ik denk dat we gewoon een normale McDonald's moeten pakken. Dit is niet de goede McDonald's. Ik weet niet wat voor McDonald's het is, maar... Nee. Dan heb je hier nog... Ik weet niet wat het allemaal is. Kraan, de wasbak. Nog meer wasbakken. Bakken. Ik weet het allemaal niet. Oké, guys. Ik zweer het je. We zijn juist gevlucht. En ik ben heel blij dat we in ieder geval weg zijn gekomen hier. Want het is wel even heel belangrijk natuurlijk dat we gewoon even goed zitten. Ik weet niet waar ik ben, maar... Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Maar waar ligt het eten? Misschien ligt het in de vriezer of zo. Ik weet niet. Maar in ieder geval, ja, ik zou het oprecht niet weten wat ik hier moet doen, man. Maar oh, ik ben zo gespannen op dit moment. Ik meen het. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Nee, ik wil gewoon zo snel mogelijk hier wegkomen. Maar hoe moet ik hier weggaan dan? Gijs, waar ben jij dan? Hier. Oké, hey Gijs. Hoe gaan we hier wegkomen? Ik weet het niet. Ik zweer het je. We moeten even eten, man. We moeten hier weg eten. Ja, weet je wat? Ik denk dat het beste is dat we naar de McDonald's gaan. Dus laten we het even gaan doen. Ik zweer het je. Ik weet niet wat dit is, maar is het een lift of zo? Om naar beneden te brengen dat eten? Het ziet er wel gaaf uit. Let's be honest. Maar ik weet niet precies wat het is. Dan heb je dat zo. Maar wat doet het eigenlijk? De knopjes doen het niet meer. Want ja, er staat geen stroom erop. Maar hey, leuk idee. Leuk systeem. Dus ja, het is nu tijd om te gaan, man. Oh my god, guys. Ik weet niet wat ik net zojuist zag, maar voor mij zat ik Grimms ergens in een hoekje en ik zie weer rennen, man. Oh my god, wat is hij aan het doen? Het lijkt alsof die Grimms ineens gewoon naar die kamer gaat. Ik zweer het je, dit is best wel creepy. Oké, Gijs, het is nu tijd om weer naar huis te gaan, man. Ik moet even kijken waar ik loop, want ik zweer het. Ze is boven, hè? Ze is boven. Is de zij van hij? Ik weet het even niet. Maar hey, het maakt niet uit, laten we gewoon even weggaan. Want... Ja, ik hoop dat we wel goed lopen. Ja, ik denk dat we deze kant op moeten. Maar ik zie nu haar niet meer, maar je moet wel even proberen voorzichtig te zijn, man. Top, we bij de oud zijn, moeten we gewoon blijven filmen. Oké, dit is de fitness, maar daar moeten we niet zijn. Misschien naar links. Dat zijn het eigenlijk ook allemaal. Dit zijn kapotte wc's. Ja, allemaal interessant. Dit is een, ik weet niet wat het is. En dan hebben we hier nog een andere ruimte. Douches. Dit is Ronald Playhouse, guys. Niet de eerste keer dat ik hier ben geweest. Zo. Oké. En die ramen ook helemaal. Volgens mij is Ronald die aardig tekeer gegaan, denk ik, hè Gijs? Ik denk het ook. Kijk, we hebben de uitgang gevonden. Laat die doorheen gaan. Daar zijn we dan, Gijs. Freedom. Oh, beste dit. Freedom! Yeah.
Freedom! Eindelijk man, eindelijk uit deze hel verlost. Maar goed, weet je wat mensen? Laten we gewoon even naar de auto lopen en ik hoop dat alles veilig verloopt. Either way, dit was het gebouw en daar hoeven we niet meer terug te komen. Zijn we daar ook weer vanaf man? My god. Oké, Gijs, ik zweer het, is tijd om te gaan man. Ja, we moeten gaan. Kom. Hey, die auto in. Kom. Het is tijd om te gaan. Hij is op slot. Dicht. Hou tegen, kom tegen. Ga.